Klein Handelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de Huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gasten zijn Robert Jaworski en Laura van Helden. Welkom jullie. Ik vind het een eer dat jullie bij me zijn. Bedankt. Ja. Ik voel me ook zeer vereerd. Nou, we zijn allemaal vereerd. Dat is fijn. En jullie zijn hier omdat jij, Robert, een gedichtenbundel hebt gemaakt. Ja, van ons twee keer. Ja, dus, dat ga ik zo erbij zeggen. Ja. En jij, Laura, hebt het getekend erbij. Ja, klopt. Ja, de illustraties heb ik getekend. Geweldig. Ja. En dan gaan jullie eerst eventjes voorstellen. Dan begin ik bij Robert, bij de schrijver. Ja. En zou jij willen zeggen wie je bent en waar je woont? Jazeker. Ik woon in Achthuizen. Ik vind mezelf vrij onzeker op het moment. Toch heb ik de stap gemaakt om deze gedichtenbundel te maken samen met Laura. Ja. En dat heeft mij voor veel zekerheid gebracht. Wat mooi. Ja. Dus dat is wel fijn. En verder is dat het, denk ik. Terwijl ik heb hem gelezen. Ja. Jij hebt dingen die heel diep in jou zitten, heb jij op papier gezet. Ja. Ja, het was ook wel moeilijk om sommige dingen openbaar te maken. Ja, dus, dat geloof ik. Dus ik heb het ook geprobeerd zoveel mogelijk een beetje te vermommen eigenlijk onder mooie woorden. En mooie woorden zijn het. Ja, dankjewel. Ja, dat zijn het echt. En hoe lang doe je over zo'n gedicht? Ik vraag allemaal moeilijke dingen, denk ik. Want hoe lang doe je over een gedicht? Dat varieert op zich per gedicht. Ja. Het varieert ook in wat voor stemming dat ik zit. En wat voor stemming... als ik in bijvoorbeeld een blije stemming ben, maak ik een blij gedicht. Een droevige stemming, een wat meer zwaar gedicht, zeg maar. Ja. Dus, en voor de rest denk ik dat ik zoiets binnen een avondje schrijf. Per gedicht dan. Nou, dat vind ik heel knap. Maar dan groeit het misschien al wel in je hoofd, of niet? Ja, dat wel. Meestal wel. Het is niet... Het schrijven is vaak een eindfase van een gedicht, of niet? Er zitten al zoveel gedachten in je hoofd. Ja. En die wil je dan ordenen. Ja, en op het moment dat ik het schrijf, corrigeer ik mezelf soms ook nog wel eens. Ja, en dat noemen we creativiteit. Ja, dankjewel. Ja, dat is dat je niet één vast spoor wil volgen, maar dat je juist de inspiratie zijn gang laat gaan. Zeker, ja. Ja, dat vind ik mooi. En hier is die dus. De bundel. Ja. Ja. En er staat nog een naam op. Ja, van jou, klopt. Laura. Ja, ja. En jij hebt hier illustraties van gemaakt. Ja, klopt. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Kun je vertellen hoe je daartoe gekomen bent? Tot die illustraties? Ja. Maar, samen met hem ook. Ja, nou, Robert die maakt al heel lang gedichten. Hele mooie gedichten, zeg ik het zelf. Ja, ja. Ja. En eigenlijk wilde hij heel graag een dichtenbundel maken. En toen ben ik benaderd door Robert om de illustraties erbij te maken ook. Hij wist dat jij mooi kon tekenen. Ja. En hoe wist hij dat? Ik maakte wel eens tekeningetjes of dingetjes, creatieve dingetjes op het werk bij Goed voor Goed. En ik liet wel eens zien ook en zo. Ja. Ja. En toen dacht jij, die passen erbij. Ja. Ja. Ja, nou als ik deze zie, de bundel heet Ontpopt. Ja, klopt. En er zit een vlinder op die zich aan het ontpoppen is. Ja, ja. Prachtig getekend. En allemaal zwart-wit, ook in de bundel. We zullen straks nog wat van de binnenkant ook laten zien. Ja, leuk. Zeker, allemaal zwart-wit. Is dat ook een keuze geweest? Ja, ik dacht ik wil heel graag dat het één geheel wordt. En dus heb ik eigenlijk voor zwart-wit gekozen, zeg maar. Ja. Ja. En jij vond dat ook fijn? Ik vond het zeer passend en ik was blij dat Laura er ook zo over dacht. Ja. Ja, dit is een samenwerking, dan heb ik jou daar. Ja. 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 Ik ga eerst nog even iets vragen over jullie werk. Jullie werken bij Goed voor Goed. Ja. En hoe lang al? 3 jaar. Ja, net iets meer dan 3 jaar. Ik denk 3 jaar en een paar maanden of zo. Mooi. Ja. En jij? In april 2 jaar. 2 jaar. En dus Oude-Tonge dan bij Goed voor Goed. Allebei. Ja. Allebei in Oude-Tonge. Ja, ik werk dan ook nog in Middelharnis en doe een deel ook in Oude-Tonge. Dus 2 dagen Middelharnis, 2 dagen Oude-Tonge. Prachtig. Ja. Prachtig. En geen dag is hetzelfde, denk ik. Nee. Jullie zeggen het allebei volmondig. Nee. En wat, Robert, wat is er zo fijn bij Goed voor Goed? Ik ben meestal een man van structuur. Ja. Omdat ik dat best wel fijn vind voor mezelf, een beetje duidelijkheid. Maar daar, bij de kringloopwinkel, is er eigenlijk bijna geen duidelijkheid. En dat is op zich ook wel weer fijn. Ja, en dat vind je fijn? Ja. Ik kan per dag bekijken wat ik wil gaan doen. En dat is ook een beetje mijn doel op het moment. Ja. Ik doe me ook gelijk een beetje denken aan de voorkant van de dichtbundel. Ja. Een soort vrijheid zit erin. Ja, want je ziet, hè, dit is eerst een pop en langzaam gaat die vlinder eruit komen en zie je die vleugels en dan kan die weg. Ja. En dat wilde jij ook met deze bundel zeggen. Ja, en ook met de samenwerking van, tussen Laura en mij. Ja. En dat is ook één avontuur geweest. Een heel leuk avontuur. Ja, zeker. Ja. Ja, anders zouden jullie hier niet samen zitten. Nee, inderdaad. Nee. Het ging heel gemoedelijk allemaal. Ja, het is heel mooi. En ik ga die illustratie van jou. Ja. Kijk, ik heb hier, deze illustratie. Kan de camera die even laten zien? Dat gaat over een jongetje dat droomde. En dan zie ik hier, een droom. Er staat dus, wat ik droomde was veelzijdig. Nou, ik zie draakachtige, dino-achtige. Ja, klopt. Ja. En hij droomt, want het zit om zijn hoofd. Ja, klopt. Ja, vertel eens, waarom die dieren? Nou, als ik dan aan kleine kinderen denk, of vooral kleine jongens en zo, die zijn gek op draken, fantasiedieren en dinosaurussen. Ja. Ik zelf was er ook gek van als kind, zeg maar. Dus ik denk, als je als jongetje veel droomt, dan droom je misschien over avonturen met dinosaurussen en draken. Dus op die manier ben ik er eigenlijk opgekomen. Ja. Prachtig. Ja. En het jongetje kijkt er ook blij bij. Ja, precies. Ja, dat is ook heel mooi. De bedoeling, Het gedicht daarbij, dat gaat over dromen, maar nou, ik ga toch een andere, ik zie hier nog één. Ja. Een schommelstoel. Oh ja. Er staat op een kleedje met allemaal planeten en sterren en... Ja. En daar zit een gedicht bij, Robert, dat heet Stil zijn. Zeker. En ik zou het heel fijn vinden als je dat aan ons wil voorlezen. Graag. Wil je dat? Ja. Stil zijn. Is stil zijn het verzwijgen van emoties? Is het een stresssituatie in je eigen spiegelbeeld? Stil. Daar waar praten voor de hand ligt, maar de juiste woorden met de zon zijn ondergegaan. Stil of juist in jezelf. Ademhalen voordat een grote zin naar buiten wordt gelaten. Proberen te praten zonder dat er één woord is aangekomen, nog uit is gegaan. Zonder één woord te zeggen, stil. Mooi. En de juiste woorden zijn met de zon ondergegaan. Hoe kom je op zo'n zin? Dat vraag ik mijzelf ook wel eens af. Ja, je bent echt een dichter. Stil of juist in jezelf? Ja. Ik vind het echt heel mooi. En dan zo'n lege schommelstoel in de ruimte eigenlijk, op een ruimte. Ja, hè? Klopt. Dat is prachtig. Ja. En dat hebben jullie ook overlegd, dit. Ja, de schommelstoel was eerlijk gezegd was dat mijn idee en de ruimte en het kleedje was van Laura. Ja. Dus het is echt een pure tekening van samenwerking. Ja, klopt. Prachtig. Ja. Echt, hoe verzin je het, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel. Ja, ik vond het heel moeilijk om te verbeelden, om stil zijn te verbeelden. Is het ook? Ja, dus heb ik Robert gewoon om raad gevraagd. Ja. Van, wat voel je erbij, wat denk je erbij? Ja. En het eerste wat hij zei is die schommelstoel. Dus ik dacht, nou, dat is echt heel mooi. Dus heb ik dat er zo in verwerkt, zeg maar. Ja. Ja, ik vind het heel, heel goed gedaan. En teken je altijd of schilder je ook? Laatste tijd ben ik een beetje aan het testen met waterverven en zo, en aquarel. En vroeger deed ik wel eens acryl verven, maar daar ben ik niet zo goed in. Dat is niet echt mijn... vak apart, hè? Ja, dat is niet echt mijn ding. Ik teken graag zo. Graag met pennen en potlood en markers en zo, stiften. Ja. Je maakt heldere lijnen. Ja, ja. Echt afgebakend, stevig. Ja, oké. Ja. En dat is prettig. Ja, oké. Ja, dat is heel duidelijk. En ja, eigenlijk zou ik gewoon al die gedichten best wel willen bespreken, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Kun je een klein beetje vertellen waarom de bundel Ontpopt heet? Vraag je dat aan mij? Ja, aan jou, Rob. Sorry, ik was even in de war. Nee, dat was dat. Oké. Okay. Waarom de bundel Ontpopt heet? Ja, dat is eigenlijk in één woord de bundel samengevat. De titel moest pakkend zijn, de voorkant moest pakkend zijn en ja, daar is dit uitgekomen met een mooie vlinder die zichzelf ontpopt. Ja. En dat is eigenlijk het hele avontuur van de gedichtenbundel geweest. Hmm. En jij hebt je ook kunnen ontpoppen bij Goed voor Goed. Ik denk wij beide wel. Ja, ja. Zeker. Jij ook? Ja, zeker. Ja. 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 En heb je hiervoor nog iets anders gedaan, Laura? Ik heb wel dingetjes gedaan zoals vrijwilligerswerk en zo. Ja. Maar door omstandigheden durfde ik het huis moeilijk uit, zeg maar. Dus eigenlijk door Goed voor Goed ben ik steeds een stapje verder gegaan. En nog steeds eigenlijk. En kom ik meer uit mijn schulp. En ja, het helpt, het heeft enorm geholpen om bij Goed voor Goed te zijn, zeg maar. Ja. Ik merk het, anders zou je niet hier zitten. Nee, dat komt. Er kwamen wel wat zenuwen. Met zoveel licht op je. Ik kom er wel wat zenuwen aan vooraf, maar... Ja, bij ons allemaal. Hoor. Ja, geloof precies. me maar, bij ons allemaal. Ja. En ja, dit is toch fantastisch? Ja, zeker, ja. En dan ook nog met zoiets? Ja, dat is echt een droom die uitkomt eigenlijk. Ja, van jullie allebei, ja, hè? Klopt, ja. En gedichten, Robert, zijn vaak... je moet ze een paar keer lezen om steeds meer te begrijpen... Waar het over gaat, En dat is heel, dat is juist het mooie ook van gedichten, hè? Dat je dus daarin dingen kunt ontdekken. Ach, dat staat er ook nog en dat ook nog. En dat weet jij, hè? Je kan je er behoorlijk in verdiepen en ik heb ook geprobeerd een gedicht zo cryptisch mogelijk te maken, even zo gezegd. En stil zijn is daar dan niet één van eigenlijk. Welke denk jij dat je, je mag zoek er zelf eens een op, waarvan je denkt, die is heel cryptisch. Want ik wou ook zo graag nog piano horen, maar dat is niet echt cryptisch. Nee, welke vind je heel cryptisch? Kijk even met je mee. Pak hem maar even. Nee, dat is hem niet. Ik denk dat ik er bijna ben. Ja? Er was er eentje over regen. Oh, ja. En die vind ik zelf wel heel cryptisch. Dit is ook trouwens een hele cryptische bedtijdverhaaltje. Nou, vertel. Nou, dat was eigenlijk bedoeld als een soort grappig gedicht. Alleen het is een beetje een fabeltjeskrantachtig idee geworden. Er zit zelfs een uil bij. Dus ik wilde eigenlijk een soort van waar ben ik een spelletje gaan spelen met degene die dit leest. En daar is dit een beetje uitgekomen. Wil je het voorlezen? Zeker. Ja, graag. Bedtijdverhaaltje. De werking van het lichaam als iemand ligt te slapen. Hallo meneer de uil, waar brengt u ons naartoe? Hoor ik op de buis. Op het moment dat ik naar Fabeltjesland in mijn hersenpan binnenkrijg, stuitert deze van het fornuis. Goed doorbakken vliegt de pan door het huis om het vuurtje op te stoken. Slaapkamer, badkamer, woonkamer en zolder in de schoonmaakstand. Klaar om de fabel te verwerken. In de studeerkamer werkt men hard aan de fabeltjescode te kraken. Ondertussen raakt de wc in de badkamer verstopt wegens te veel stress in de kelder en heeft de voordeur de klep te veel open laten staan. Fabeltjescode is inmiddels ontcijferd. Komt er gelijk stoom uit de schoorsteen in de wetenschap dat dit allemaal een droom is. Dit is behoorlijk cryptisch. Ja? Ja, dit is heel cryptisch. En dat heb je zo knap gedaan. Goed door bakken vliegt de pan door het huis om het vuurtje op te stoken. Ja. Ja. En dat vliegt dan zomaar even de mouw uit, zeg maar. Ik vind het helemaal geweldig. Helemaal geweldig. En dan die uil erbij. Ja. En het is een serieuze uil, hè? Het is niet de fabeltjeskrant-uil. Nee, het is echt een serieuze, die ook weer in een soort ruimte. Ja, dat is een beetje, ook een beetje een thema wat terugkomt, denk ik. Ja. Cryptisch. En maar dat maakt het juist ook inderdaad, precies wat je zegt, die uil in de ruimte. Wanneer zie je een uil in de ruimte? Nooit. Ja. Dus ook weer cryptisch. Ja. Wow. Ja. En dan op het moment dat ik naar Fabeltjesland in mijn hersenpan binnenkrijg, stuitert deze van het fornuis. Ja. Ja, je moet het maar verzinnen. Ik weet zelfs ook nog steeds niet wat dat betekent. Oh, dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Nou, ik heb nog wel een gedicht waarvan ik wel weet. Oh, dit is die regen. Wil je die regen ook nog voorlezen? Je bent toch bezig, of niet? Ja. Regen. De druppels uit een waterval die de gebeurtenis onvergetelijk maakt. Negatief of positief, de wind kiest zijn weg. En blaast als in een nasleep de regen mee. Gevangen door de wind, zoals je ziet, de regen kent de weg, toch is het de zijne niet. De wind, sterker dan daarvoor, had de drang om de druppels te vervoeren, boven de reflectie van de zee. Snel zal de wind zijn koers veranderen. De druppels kijken. Ze voelen en proeven alles wat er om hen heen gebeurt. Kort daarna komen de wolken, met in de verte nog een beetje zon. Met een laatste blik komen de regendruppels bij elkaar. In akkoord met de wind is het tijd. Zijn de druppels daar in de zee, een nieuw pad dat nu het zijn is. Weet je wat ik voel bij dit gedicht? Dat jij je verdiept in de druppel. Alsof je een druppel bent. Dat klopt helemaal. Ja. En dat... Hoe verzin je het? Hoe komt het? Ik vind het fantastisch dat je dat doet. Dank je. Ja, maar een druppel uit een waterval. Een beetje zoals wij mensen ook, hè? Op de grote wereld. Ik wou net zeggen, vergelijk het met het leven. Ja. En dat we toch met z'n allen op deze aarde zijn. En dat we maar moeten zien waar het schip strandt. Ja, want je had hier iets ook. Gevangen door de wind, zoals je ziet, de regen kent de weg. Toch is het de zijne niet. Ja. Ja. Daar moet je ook wel 4 keer over nadenken. Hè? Ja. Je moet ook niet alles verklappen, hoor. Nee. De lezer moet zelf maar kijken. Vind je niet? En zelf een eigen beeld erbij bedenken. Precies. Van wat het gedicht inhoudt. Ja. Ja. Ik vind dat heel bijzonder. En dan die druppel erbij. Hele... Ja. Artistieke druppel, Laura. Ja, klopt. Ja. Hoe kom je erbij om zo'n druppel te maken? Ja, eigenlijk door het gedicht, de verwoording van het gedicht heb ik een beetje letterlijk genomen, zeg maar. En zodoende heb ik het gedicht in de druppel gestopt voor mijn idee dan. Ja, zeg maar. Dat heb je. Ja. En ik zie die golven, ik zie de wind, ik zie de... Ja. Ja, en dan ook allemaal druppeltjes daaromheen. Ja, klopt. De grote druppel is dan zeg maar het gedicht en de kleine druppeltjes is de rest, zeg maar. Ja, van de regen of de... Dit is ook de hoofddruppel. Ja, klopt. En al die druppeltjes eromheen, die gaan allemaal dezelfde weg. Ja. Toch? Klopt, ja. Dat is heel bijzonder. En Robert, schrijf je al lang gedichten? Sinds 2013 uit mijn hoofd gezegd. Toen zat ik op een dagbesteding waar ik me niet echt veel meer van herinner. Ik weet alleen wel dat ik bijvoorbeeld het gedicht Passie, dat is mijn allereerste gedicht wat ik geschreven heb. Ja. Dat was toen ik daar op die dagbesteding zat, achter de computer, en het kwam er zo in één keer uit. En daarvoor had je nooit een gedicht gemaakt? Nee. Mooi. Dat tenminste is mooi. Niet voor zover ik mij kan herinneren. Nee. Hm. En ineens werd er iets in jou wakker? Langzamerhand wel, ja. Ja, ja. En hier ligt nou een bundel. Ja. Ja, en ik vind dit zo... Weet je, jullie zeggen dat je zo graag bij Goed voor Goed werkt. Ja, klopt. En hier zie ik een gedichtje over een piano. Ja. En daar zie ik de liefde voor het werk in. Zowel in het gedicht als in de tekening. Hm. En ik vind het zo leuk. Dankjewel. Ik vind het zo leuk. Zou je hem willen voorlezen? Dat iedereen ook mee kan genieten. Tuurlijk, dan weten ze waarom het is. Ja, ja. Ja, dat is zo. Ik lees net dat de kunstpiano van Goed voor Goed verkocht is. En geleverd is. Dus even een gedicht voor lieve Pie. Piano. Ik werk niet alleen in een te gekke shop. Maar ik mis de piano met veel kunst daarop. Het is nu toch stiller dan het is geweest. De klank van de piano mis ik het meest. De leegte die morgen opnieuw vol zal staan, zeg ik bij deze met een lach en een traan. Zolang vaarwel, piano. Ach. Dit vind ik zo een Goed voor Goed gedicht. Ja. Zo van wat dat de sfeer aangeeft. En, lieve mensen, de tijd is al aan het omgaan. Oké. Is dat snel gegaan of is dat niet snel gegaan? Ja, snel gegaan. Ja. Dus we gaan er een eind aan breien. Oké. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Ja. Voor alles wat jullie hebben gezegd en gedaan. En... Die bundel is te koop, hè? Dat wil ik nog eventjes. En waar? Sowieso bij Goed voor Goed, bij zowel de hoofdvestiging als in Oude-Tonge. Ja. En ik dacht dat die ook te leen is bij de bibliotheek. Oh, bij, dat is ook leuk. Dan kunnen mensen hem inkijken. Ja. Oké, dus in Oude-Tonge bij Goed voor Goed, in Middelharnis bij Goed voor Goed en in de bibliotheek te leen. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Dan ga ik nog even... naar de camera. Ja. En jullie blijven lekker even zitten. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten? Of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke.nl. Tot volgende.